Minister Henry Ory bracht op uitnodiging van zijn Nederlandse collega van 11 tot 14 juni een tegenbezoek aan Nederland. Met de minister voor primair en voortgezet onderwijs, Dennis Wiersma, werd een MOU ondertekend, terwijl de delegatie eveneens bezoeken bracht aan het primair, beroeps- en tertiair onderwijs. Voorts werd deelgenomen aan de ministeriële bijeenkomst van de Taalunie en vond er een ontmoeting plaats met het Diaspora Instituut Nederland. Met de instellingen werden bilaterale afspraken gemaakt die aansluiten bij de onderwijsagenda Suriname en Nederland. De Indiase ambassadeur Shankar Balachandran en minister Permanent Seudin hebben gisteren in de tuin van het ministerie van LVV een kostbare sandelhoutplant in de grond gestopt. De export van deze plant is verboden vanuit India, maar de Indiase president bracht als gift twee planten persoonlijk mee naar Suriname, waarvan de eerste op 5 juni jongstleden is geplant bij het monument van Baba en Mai. Sandelhoutbomen zijn inheems in India en staan bekend om hun geurend hout dat een warme, houtachtige geur heeft en vaak wordt gebruikt in parfums, wierook en andere aromatische producten.